Voor een beetje willen bespreken, Hans, of hij dat kon verdragen. En wat is je antwoord? I'm blinded by the light. Van harte welkom in ieder geval. Als introductie op deze avond heb ik een tekst gevonden. Er zit boter in de melk, maar je moet ze karnen om het te produceren. Zo zit de waarheid ook verborgen in de ervaring. Ze moet eruit gekarnd worden. Door het stellen van vragen, en daar zijn we vanavond voor aanwezig, dat kunnen we zeker doen. Zullen we het even houden, hè, voor het gemak? Pakken één woordje eruit, waarheid. Wat is dat? Voor mij speelt de laatste tijd heel erg waarachtig, als je het anders denkt. Ja, dat lijkt erop, hè. Dat is waarachtig. Ja. Dat is mooi mee oppassen. Sterk genomen gaat werkelijk zelfonderzoek of Advaita of echte non-dualiteit, niet die water bij de wijn versie die populair is, die gaat over het ontdekken of het realiseren van waarheid. En een aardige definitie of een startpunt is dat waarheid moet iets zijn wat altijd en overal waar is. Wat onafhankelijk is van iets anders, dus wat geen theorie of ondersteuning nodig heeft van iets anders. Het is niet samengesteld en het is ondeelbaar. Met andere woorden, het is absoluut. Anders is het geen waarheid, dan is het een waarheidje binnen een context. Ja, dan is het een relatieve waarheid. Dus dan geef ik vaak een voorbeeldje van, als ik wil dat een plant blijft leven, is het handig dat ik hem water geef. Binnen die context is het waar dat hij water nodig heeft. Maar dat heeft natuurlijk niks met de waarheid te maken. Strikt genomen gaat zelfonderzoek of echte spiritualiteit er niet over. Hoewel we dat wel veel denken, dat we ons beter gaan voelen. Of dat we een beter mens worden, of dat onze probleempjes opgelost raken, of dat we meer centen hebben, of langer leven, of gezonder worden. Dat zijn allemaal prima doelen aan zich. Maar het heeft geen bal te maken met het realiseren van de waarheid. Realiseren van waarheid heeft ermee te maken in essentie. Wat is waar? Wat is echt? Onomstotelijk, 100%. Solid as a rock. En het eerste en tegelijkertijd laatste vaak punt is het onderzoek, of voor mijn part de diepgaande meditatie op, wat ben ik? Want laten we wel zijn, als je niet eens weet, werkelijk, uit eigen ervaring, niet uit boekjes of bij elkaar bedacht, maar als je niet eens werkelijk weet wat jij bent, waar ben je dan de hele dag in godsnaam mee bezig? Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat je iets verzonnen hebt, wat je denkt dat je bent, en de hele dag bezig bent vanuit wat je denkt dat je bent, en dan van alles vermijden of najagen of voor elkaar krijgen. Wat natuurlijk een hopeloze zaak is als je uitgangspunt niet klopt. Als ik denk dat ik een kameel ben, zal ik veel problemen tegenkomen. Ik zal niet door andere kamelen herkend worden. Ik lust dat vreten niet. Ik kan het ook slecht verteren. Ik heb weinig met kamelenmeditatie. Mijn shiatsu-punten zitten op de verkeerde plek. Ik heb die bult niet echt. Of hebben ze dat twee? Dat weet ik niet. Maar is dat in woorden uit te leggen wat waarheid is? Alles is uit te leggen, maar waar het om gaat is dat het gerealiseerd wordt.
Dus je kunt er een hele hoop van zeggen. Of eigenlijk... Kunnen woorden naar realisatie leiden? Ja. In de Zen noemen we dat kerende woorden. En dan gaat het niet om die woorden, maar het effect wat daardoor ontstaat. En welke woorden dat zijn in een x-moment, nobody knows. Dus dat kan alleen in een spontane niet-gebeurtenis. Woorden kunnen naar realisatie leiden. Dat kan, ja. Een klap op je hoofd ook. Maar het is niet gegarandeerd. Voilà. Ja. Yes. Daarom is er strikt genomen geen enkele standaard methode die altijd tot waarheid leidt. Hoewel ik wel weet dat iemand die niet aflatend blijft doorvragen, blijft doorzoeken, daar werkelijk zijn focus op heeft. Nou, laten we zeggen, in 99 van de 100% van de gevallen zal hij of zij ontdekken. Maar dan moet de focus of de motivatie of de drive, hoe je dat zeggen, wel vrij sterk zijn. En bij de meesten is die er niet. Wat zou die woorden zijn op dit moment? We zijn nu nog maar met een introductie bezig. Dus op dit moment zijn ze er nog niet. Maar ze komen wel. Nobody knows. Nobody knows. Het is op zich natuurlijk heel gek dat je iets wil ontdekken, dan doe je alsof het er niet is. Het hele iets willen ontdekken is al heel raar. Dat wat je bent, dat hoef je natuurlijk niet te ontdekken. Niet als je het al gevonden hebt. Ik wil niet zeggen dat ik het gevonden heb, maar er lijkt iets niet aan te kloppen. En in werkelijkheid is dat ook zo. Maar als een kameel denkt dat hij een havik is, heeft hij een probleem. Hij is de hele tijd die kameel al. Alleen hij denkt dat hij een havik is. Nou, dan kan iemand tegen hem zeggen van let nou eens op, je bent een kameel. En dan kan het zijn dat hij zich dat realiseert. Het kan ook zijn dat hij gewoon door blijft haviken. Of in een soort tussengebied van ja, ergens weet ik het wel, maar... Ik doe toch maar een beetje achter muizen aan. Dit zijn twee benoembare begrippen natuurlijk. Waarheid is gewoon. Ja, misschien zijn er geen woorden voor. Uiteindelijk niet, maar je kunt er wel naar verwijzen. En je kunt kijken of in een interactie iemand voorbij zijn eigen geloof kan komen. Dus waar het vaak op neerkomt, is eigenlijk proberen concepten uit de weg te ruimen. Zodat iemand op een gegeven moment terugkomt bij zijn meest intieme, pure, eigen ervaring, rechtstreekse ervaring van wat hij of zij is. Wat voorbij ligt aan alle ideetjes erover. Dus nu bijvoorbeeld zou het zinnetje gebruikt kunnen worden, ga eens als het ware naar binnen. Wat weet je 100% zeker van jezelf? Wat is niet aangeleerd? Wat heeft niet met eigenschapjes te maken? Wat is het meest pure, intieme... Ik. Kun je dat proeven, zien, erkennen, nu? En dat heeft dus geen donder met denken of emoties te maken. Of fysieke sensaties. Er is een spontane herkenning mogelijk van datgene waar iedereen eigenlijk ik tegen zegt. Maar wat niemand lijkt te herkennen. Maar dat is vormloos. Ja, en? Nou, dat een kameel heeft een vorm. Ja, sure, dat is een slecht voorbeeld. Ja. Ieder voorbeeld is een slecht voorbeeld, maar kan eraf. Het is vormloos. Oké, good, go on. Ja. Wat nog meer? De ruimte, alles. Good. Zal nooit veranderd zijn. Sorry? Het zal nooit veranderd zijn. Zie je dit nu of weet je dit? Dat weet ik niet. Zeker dat. Ik heb op een gegeven moment een idee, maar ik weet niet of het een idee nog verder gaat, dat er iets is in mij. Alleen het in mij is nog even discutabel. Ja, het kan ook een mooie mentale vorm zijn. Ja, het is een beginpunt en vaak zitten we door gewoonte in een uitdrukkingsverwarring. Dus er zit iets in mij, dan met die mij bedoel je weer die body-mind. Alsof daar een ik in zou zitten. Dus het standaard concept is eigenlijk dat er een ik woont in het lichaam.
Waar het om gaat is dat je zo daar contact mee maakt, als het ware, wat al krom is, dat je ziet of voelt of herkent wat het is. Hoe kan je een onderscheid maken in mijn geval dan, of in dit geval? Als er een herkenning is, dan komt er een soort... Als je het snapt, dan denk je, oh, ja, nou, dat zal wel, er gebeurt niks. Als er werkelijk een herkenning is, dan is er een soort... Klap of zo. Yes, something. Een herkenning. Wauw. Ja. Is dat echt zo of kan het er ook gewoon zijn? Ja, het kan er ook gewoon altijd al zijn. Ja. Maar in de meeste gevallen is het zo dat we daar aardig ver van verwijderd zijn. Dus op het moment dat die klik terugkomt, als het ware, is dat nogal opmerkelijk. Een soort of schok van herkenning. Ja, ik geef ook healingen, zeg maar. Alles oké. Dus vandaar, maar dat was nooit een schok. Ik heb wel heel veel boeken over schokken, maar ik herken echt niks ervan. Dan is het blijkbaar nooit ver weg geweest. Ja, ik voel me tegelijk ook wel in eenheid, of ja, wat ik noemen wil, maar ook... Ja, weet je, als je zegt, wat is dat? Niets. Maar ja, het is ook wel, het is. En dus het is heel moeilijk uit te leggen. Ja, niets is een heel goed woord, want dat betekent letterlijk niet iets. Dus het is geen ding. Maar het is eigenlijk het enige wat onomstotelijk is. En wat, laten we wel zijn, voorkeurtjes bijvoorbeeld veranderen. Het lichaam verandert. Hè, wordt zogenaamd ouder. Dat ding, dat niet iets, wordt niet ouder. Je kunt het ook niet lokaliseren, terwijl het lichaam wel gelokaliseerd is. En we zeggen dan, we hebben ons verplaatst. Maar dat wat ik werkelijk ben, heeft zich helemaal niet verplaatst. Het lichaam schijnbaar. Maar... Je pure essentie of puur zijn, of hoe je het wil uitdrukken, verplaatst zich helemaal niet. Alle verplaatsing is eigenlijk daarin. Dus is het in die zin precies andersom van wat wij normaal denken. Van er woont iets, als we dat al voelen, iets tijdloos in mij. Nee. It's there. En die body mind die wandelt daar en rond. Het is precies andersom. Te volgen. Ja, heel goed.